Hallo, dit is Dim van AndroidWorld.nl en we testen deze week een product van iDept. Die hebben een Universal Charger gemaakt waarmee je verschillende apparaten op één punt kunt opladen en ook op nog een beetje chique manier ook. Iedereen kent wel het probleem met alle verschillende kabeltjes van je camera's, je mobiele spelcomputer, je telefoons natuurlijk en dergelijke, je iPod. Die moet je allemaal meeslepen op vakantie en thuis ligt één kast meestal helemaal onder de kabeltjes. Nou, dat is niet netjes, niet leuk en trekt heel veel stof aan bijvoorbeeld. iDept heeft daar een heel leuk laadstation voor uitgevonden. Een mooi systeem dat werkt met adapters. Je kunt dus voor elk soort stroompunt, niet iedere telefoon heeft nu nog dezelfde aansluiting bijvoorbeeld, dat is vanaf 2012 al anders, kun je dus een adapter kopen en die erin steken. Nou, het apparaat ziet er zo uit, we hebben hem even uitgepakt voor je. Mooie zwarte kast, mooi vormgegeven, niet zwaar, plastic. Bovenkant ligt een doorzichtige plaat overheen, het geeft een beetje chic uiterlijk. Wat wel als nadeel geeft, en dat kun je misschien enigszins zien op de film, is dat het heel veel vette vingers geeft. Dus dan ben je erg netjes, dan ben je de hele dag aan het poetsen om het een beetje netjes te krijgen. Maar zoals ik al zei, ziet er heel netjes uit. Bovenkant gaat de stroom erin. Aan de ene zijkant zit nog een extra USB aansluiting, kom ik zo op terug. Je krijgt daar dus allerlei adapters bij. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adapters zitten erbij. Mini USB, Samsung 4, micro USB, Sony Ericsson, iPod en Nokia 2. Maar op de website van iDept kun je andere of extra aansluitingen bestellen, mochten ze er niet bij zitten of je hebt alleen maar apparaten die op mini of micro USB gaan. Het werkt een heel erg makkelijk systeem. Het adaptertje is zelf ook heel licht, heel erg stevig ook. Dit is het slot, twee contactpunten, hier zitten twee contactpunten en je duwt hem zo in, klik en hij zit vast. Hij kan er ook niet verkeerd in gedaan worden, dus je kunt ook geen kortsluiting maken, want hij kan hem op één manier in. Dus als ik hem ondersteboven induw, dan krijg ik hem er niet in. Dus op deze manier gaat het wel, klik. En dan heb je ook nog een micro USB stopper erin. En dan is hij eigenlijk klaar voor het gebruik. Dus ik heb hier mijn Desire. Die zou dus op de micro USB moeten passen, dat is deze. Nou, netjes een lampje branden en hij geeft aan dat hij aan het laden is. Maar goed, dat is niet het enigste. Ik kan natuurlijk ook mijn Nintendo spelcomputer, niet dat ik die nog gebruik, maar kan ik er op gooien. Omdat hij helemaal vlak is, kun je dus makkelijk alles kwijt. En zie je al, deze gaat ook opladen. En je hebt aan deze kant nog ruimte voor een Samsung met de Samsung 4 aansluiting. Maar je kunt dus ook zeggen van oké, ik wil hier geen Samsung in. Dus twee knopjes indrukken, schiet je omhoog. Dat is ook best een leuk spelletje nog. En stel je voor, je hebt een Sony Ericsson. Zet je Sony Ericsson aansluiting met een klik en je kunt daar weer je Sony Ericsson op vastzetten. Heel erg netjes uitgevoerd. Mocht die drie nog niet genoeg zijn, heb je aan de zijkant nog een USB aansluiting die ik net liet zien. Haal ik hem eventjes af, deze ook. Dus hier aan de zijkant zit nog een USB aansluiting. Kun je dus een extra USB kabel inzetten. Nou, kan ik deze bijvoorbeeld weer aan mijn Desire hangen. Maar stel je voor dat jij de trots eigenaar bent van een Flip Mino. Die kan er dus ook in. En die gaat ook gelijk. Ik zal het even laten zien op camera, gaat ook gelijk laden. Dus je kunt heel veel verschillende apparaten op één stroompunt opladen. En ze liggen ook zo voor het grijpen. Nou, dit apparaat is zover nu bekend. Misschien spreek ik mezelf straks tegen het artikel, nog niet op de Nederlandse markt verkrijgbaar. Dat gaat wel gebeuren. Wie dat is, dat weet nog niet, maar dat gaan we natuurlijk wel vertellen als het zover is. Het is een heel mooi apparaat. Het ziet er heel netjes uit, het is stevig, het is licht. Je moet wel even net geluk hebben nu dat je de juiste aansluiting hebt. Want ik neem aan dat iedereen wel heel veel micro USB heeft, maar die kun je dus bijbestellen op de website. Hij is ook uit te zetten. Dus als je hem niet gebruikt, dan kun je hem gewoon uitzetten. Nou, er zit nu niks in, maar dan kun je hem ook uitzetten. Nou, zoals ik al zei, zijn die units zijn heel makkelijk te verwisselen. Dus je kunt heel makkelijk
toestel hier weer zetten. En dan kun je hier weer mee aanzetten. Dus gaat hier weer laden. Dus je hebt geen stroomverlies, je bent erg flexibel. En alles staat netjes opgeruimd. De iDept Universal Charger. Wat ons betreft een hele goede tip voor op je bureau. Dankjewel.